mijn Instagram kleding verkopen. Wacht trouwens op een pakketje. En het zou heel grappig zijn als hij nu zou komen. Daar recht dan. Mee. Het gaat me zo erg. Een leuk verhaal. Ja. Zo'n aanrader. Een mooie yucca voor 8,95. Deze zijn leuk. Ik ging lopen kocht echt voor maar 6 euro of zo. Ik had zin om vanochtend dit boek erbij te pakken. En ik dacht, ik ga het gewoon op een random bladzijde openslaan. Welke quote is voor mij vandaag van belang? En toen kwam ik uit op deze. Even kijken. Ha, hoe ga ik die nu terugvinden? He, dat is een goede vraag. Hè? Op deze. En er staat, let it flow. Fighting for what you want is a powerful concept. I believe in it. However, there is a duality in life. I also believe that what you need will also find you if you're checking all the right boxes. Let it flow. Is zo mooi. Eigenlijk vanaf jongs af aan is ons geleerd dat je hard moet werken voor dingen om je doelen te bereiken. En dat is ook wel zo, want het komt ook niet allemaal aanwaaien. Maar ik ben op dit moment ook bezig met een audioboek van het boek van Alicia Keys, More Myself. En daarin zegt zij ook van, if it doesn't flow, let it go. Daarin zitten gewoon bepaalde grenzen. En dit laat ook zien dat je niet hoeft te stressen over wanneer bepaalde dingen gaan gebeuren. Hoe ze gaan gebeuren. Gaan ze überhaupt wel gebeuren? Just go with the flow. Komt goed. Dat vond ik wel even een mooie om te delen. Het is dit boek van Sylvester McNutt. Ik was echt al om 7 uur wakker. En ik heb eigenlijk nog een beetje gewoon gechilled in bed. Alright, my darling friends, let's begin with cat-cow. Come to tabletop position. Zat ik helemaal in mijn zinboom. Het komt met een Swiffer Sweep. Nou, echt jongens. Oké. Hoe is ie? Oh, vind ik douche fijn. Ik heb de maag was. Het blijft nog even zo. Ik heb deze outfit vandaag aan. Deze had ik. Ik weet echt niet meer waar ik deze van heb. Volgens mij is deze van Stradivarius. En dit topje weet ik ook niet meer. Nou, hier heb je echt precies niks aan. Toppie. Zo heb ik deze tweedehands gekocht. En I like it. Oh, fresh. Freshen up. Ik heb zoveel trek. Oh, zoveel trek. Eet smakelijk, hè, mensen. Eet smakelijk. Echt zo jammer. Ik had helemaal geen fruit meer. Het komt echt nooit voor dat ik geen fruit in huis heb. Maar vandaag is de dag. Kijk hoe cute trouwens. Dit ben ik met mijn oma. Ik vond zo'n cute foto. Dus ik heb hem op dit handje gezet. En bij mijn bureau gedaan. Miss her. Ik ben trouwens op Netflix The Big Flower Fight aan het kijken. En dan denk je, what the fuck is dat? Dit is het. En dan hebben ze elke week een opdracht. En dan moeten ze dan dingen van bloemen maken. En planten en zo. En dit keer was het dat ze levensgrote insecten moesten maken. Nou, echt sick. Ik ben nu bij aflevering 2. Ik vond de eerste aflevering heel erg leuk. Ik ben nu ook samen met een vriendin deze aan het kijken. En echt, het is heel leuk. Het is heel real. En I love it. De aflevering duurt wel 50 minuten, maar het zijn er maar 10. Echt, ik vind het tot nu toe een aanrader. Ik ben nu pas bij aflevering 3. Ik heb dit ontdekt. Amazing Interiors. Dit heb ik samen met mijn moeder ontdekt. Geweldig. Geweldig. Dit zijn eigenlijk mensen die hele bijzondere huizen hebben. En die laten ze dan zien. Of die gaan ze zeg maar maken. Dus dan zie je ook de bouw ervan. Zeg maar het interieur en zo.
I mean. Anyways, echt een aanrader. Tiny House Nation is trouwens ook echt super leuk. Ik wilde eigenlijk tijdens mijn ontbijt mijn podcast aflevering, die ik gisteravond heb opgenomen, editen. Maar het is nog super vroeg. En ik heb gewoon lekker zin om van mijn ontbijt rustig te genieten. Ik zit wel echt in een productieve flow vandaag. I can feel it. En jezelf dus herinneren van het is oké om niet oké te zijn. Ik moet hier doorheen. Ik laat het over me heen komen. Het is namelijk zo dat alles heeft verbinding met elkaar. Dus je lichaam, je gedachtes, je gevoelens, je energie. Zodra je bijvoorbeeld de gevoelens, de emoties niet wil voelen, kan het zich gaan manifesteren in je lichaam bijvoorbeeld. Dus je kan fysieke pijnen gaan krijgen. Ik weet niet of ik dit in mijn podcast heb verteld. Ken je dat je zeg maar soms in een soort van nostalgische vibe komt? Ik heb echt zin om super oude muziek te luisteren. Mijn huis is weer helemaal fresh en clean. Ik ga nu iets heel erg leuks doen. Ik was met mijn moeder en ik heb er nog best wel veel kleding liggen die hier gewoon niet past in deze ruimte, zeg maar. Het is gewoon te klein voor die kleding. Dus wat ik heb gedaan is ik heb gesorteerd. Ik ga waarschijnlijk om de 2 weken, ik weet nog niet hoe vaak, maar op mijn Instagram kleding verkopen. En daar ga ik nu de content voor filmen. Ik ga proberen om hele outfits te maken. Of in ieder geval per thema. Bijvoorbeeld sportthema. Of sweaters, trenchcoats. En die kan je dan kopen. Dat is dan op een vaste dag, een vaste tijd in de week. En ik kondig dat dan allemaal aan op mijn Instagram. Er zitten thrifted items bij. Er zitten ook helemaal nieuwe kleding bij die ik echt nog nooit heb aangehad. Waar nog het prijskaartje aan zit. Nu zou dit echt niet meer voorkomen dat ik iets koop wat ik niet draag. Ik heb echt nog wel wat dingen die ik denk van echt heel erg zonde. Maar nu kan ik er misschien wel een van jullie mee blij maken. Dus ik ga setjes maken en dan zien jullie mij op de achtergrond. Dus wil je dat niet missen, volg me dan op Instagram. Ik vond het een heel fijn idee, omdat ik dan alle items, hup, die dag verkoop. Je kan het ook echt alleen die dag kopen. Want dan kan ik het de volgende dag op de post doen. En ook in verband met corona en zo wil ik gewoon niet te vaak naar het postkantoor. Dus niet pas als 1 item is verkocht. Dus het is die dag. En de volgende dag ga ik naar het postkantoor. En dan heb je het de volgende dag in huis. Ik zal hier alvast de spelregels neerzetten. Kijk, dit bedoel ik dus met iets wat ik nooit heb gedragen. Ik wilde deze terugbrengen. Want ik vond hem op zich wel leuk. Maar ik dacht, weet je, ik wilde toen geld besparen. Ik dacht, ik heb het niet nodig. En toen ben ik de bon kwijtgeraakt. Dus, nou ja, weet je. Dat dus. Dus dit wordt sowieso even het eerste setje. Misschien een beetje beach. Ja, beach team. En dan heb ik nog deze mooie broek. En deze halter top. En het is een body. I love it eigenlijk. Ja. Dit ga ik als eerste doen. Ik zie trouwens dat dit helemaal gekrukkeld is. Dus ik ga eerst even alles strijken. Yay, zin in. Mijn vader heeft dit gegeven aan mij. I love it. Het is dus een strijkmat of zo. Ik weet niet hoe je het noemt. Maar deze vouw je uit en dan kan je dus op de grond of op je bed strijken. Want ik heb geen plank. Omdat het gewoon te veel plek in beslag neemt. Dus dit is echt een hele goede tip. Het is van Brabantia. Nou, dat je het even weet.
Ik wacht trouwens op een pakketje. En het zou heel grappig zijn als hij nu zo komt dat ik dit badpak pas. Kan dit? Oké, nee. Top. Hier dan. Hey, kikkerom! Deze even pleiten. Hoe kan ik dit doen dan? Ik vond dus nog dit superleuke sjaaltje. Ik zie nu overal meiden met zo'n dingetje in. Nu, van de voorkant vind ik het oké staan. Dit iets minder. Maar ik snap de vibe. Maar ik ga deze kopen. En ik heb echt nog zoveel meer. Ik denk dat ik gewoon thema's ga doen. En ook weer thema's laat terugkomen. Oversized blazers, normale blazers. Strand, sport. Ik twijfel echt om deze weg te doen. Ik heb dit bij een vintage sale gekocht. En hij staat wel echt heel erg leuk. Alleen ik heb hem dus echt nog nooit aangehad. Dus ja, een beetje zonde misschien. Ik ben trouwens wel echt super blij dat ik nu mijn kleding ga verkopen. En nu echt lekker op mijn eigen manier. Dus met video en foto's en leuk. En ik heb ook van die kledingzakken gekocht. Ik ga van die leuke kaartjes erbij doen. Excited. En ik heb dus besloten om het dinsdag te doen. Dinsdag aanstaande. Volgens mij is dat 2 juni. Ik ga het dinsdag doen. Ik denk dat ik het 's avonds om 7 uur ga doen. In ieder geval dan zijn mensen klaar met werken. Klaar met school. Zijn ze in ieder geval thuis. En ook nog eens na het eten. Dus ik denk dat dat wel een goede tijd is. Ja, dan zie ik jullie bij de sale. Ik ga nu nog zoveel mogelijk proberen te shooten voordat de zon zeg maar aan mijn kant zit. En het is inmiddels alweer 1 uur. Ik ben dus al 2 uur bezig. Ik zal alles hieronder ook in de beschrijving nog een keer zetten. Nu ik toch in de kledingvibe ben, heb ik net even een paar foto's gemaakt. Met deze oversized blazer. I love it. Mijn huis. Ik kom hier echt tot rust. En deze plek heeft echt alles meegemaakt. Van verdriet tot teleurstelling tot boosheid tot blije momenten. Ja. Ik ben nu verder met dit boek. En ik vind het heel fijn om af en toe dingen zo te onderstrepen. Zodat ik het beter onthoud. Ik weet dat sommige mensen het wel zonde vinden. Maar dit is echt zo'n boek waarbij het kan, vind ik. Dat je gewoon even terug kan lezen. En denk, oh ja. Vandaag is echt een super productieve en leuke dag. En ik ben echt zo dankbaar voor mijn vriendin Marine. Ik ken haar echt al zo lang. Echt al 11 jaar. Dat je het allemaal zo leuk met iemand kan hebben. En ja, dat je nog steeds over alles kan praten. Ik ga zo naar Emme toe. Ik ga haar een beetje helpen met haar huis. En we gaan lekker in de tuin chillen. En toen ook nog even brainstormen voor YouTube. Dus daar heb ik heel veel zin in om haar weer te zien. En ik ga je lekker meenemen. Dit is trouwens mijn outfit. Mijn period is ook net begonnen. Dus ik dacht, ik ga lekker comfy vandaag. Ik heb deze grote O6 trui aan van Finokino. En hieronder heb ik alvast een wit shirt gedaan. Want volgens mij wordt het best wel lekker weer. En dan heb ik mijn flared pants. Met mijn filaatjes. Bril van Monkey. Mijn scrunchie. Opbellies. Kettinkjes. Tassie. Weet je die Amerikaanse vibe? Weet je die vintage Amerikaanse vibe? Het is gewoon even de vibe van vandaag. You know? Ik heb de cup helemaal schoongemaakt. En ik heb gewoon mijn eigen rietje erin gedaan. En ik heb dus deze erin gedaan. Deze is zo lekker. Deze was op zich wel oké. Maar
ja, gewoon niet mijn fave, maar ik gebruik gewoon weer de cup. En ja, neem ik nu zo mee. Trouwens, hoe kut hè, maar dit is dus bleek. En ik zie het nu pas en ik ga echt niet van outfit veranderen. Dus dat is dan even jammer. Zo lekker. Sla rechtsaf. Wie ben jij? Wie ben je? Oeh. Emmee, help. Emmee, help. Ja. Ik ben er. Hey. Nou, het ging goed. Totdat ik, zeg maar, hier in de buurt was, ging ik helemaal verkeerd. Maar we zijn er, dus dat is wel chill. Ik ben blij. Oh, het is echt mooi licht hier trouwens. Ja. Wel blij mee. We waren het plant aan het zoeken. Want ze heeft nog niet genoeg. Nee, grapje. Waar voor mij aan het zoeken? Ja, en ik kom erachter dat een plant die ik super leuk vind, die heet gewoon Tieneke. Ja. Dat is wel een beetje een soort van... Oh, oké. Okay. Heb je hem nog? Oh, nee. Nee, ik weet niet waar die maar is. Maar we zoeken... Oh, misschien kan ik het wel vragen. Goeie. Jongens, I need your help. We waren deze net aan het zoeken. Dit is hem niet. Oh ja, we dachten dat het eerst deze was. Maar dit is hem dus niet. Dus als iemand weet hoe deze beautiful plant heet. Damino. Bread. Smeersels. Smoothies. En ermee. Nou, weet je. Cheers to that. Zo sta ik om dit voor jullie te filmen. Nou, kijk. Dit is dus de plant. En we hebben dus gevonden hij heet... Hier is de schaduw. Het heet... Stenante. Dat je het weet. Maar kijk, het is dus... Het is dus deze, maar wij vonden deze heel mooi. En dat is de Lubber. De Lubberciana. De Lubberplant. Kijk hoe prachtig die motken hebben. En mee wilt hij ook. Ze heeft een trui trouwens, even lekker green. Pas bij de plant. Echt hè? Ja. En we hebben allebei een trui aan gedaan. Want het is wel lekker hoor. Het is lekker weer. Ja. Maar er is even wind, weet je. Het is echt fijn. En we zijn lekker aan het... brainstormen. Oh ja. Secret. Secrate. Secret. Wat is dat in het Frans? Wat is secrate? Secret. Wat gaat dat? Frans. Ik kan. Oké, okay, dit is mijn Franse vocabulaire ik weet... door jou. Nee, dit ken ik door jou. Door mij? Ja, iets. Ik weet niet, secret. C'est vrai? Is het koud? Vrai? Oh ja. Zoiets? Vrai. Vrai? Ja. En er was nog eentje. En ik heb honger. Dat zeg ik altijd. Die was ik kwijt nu even. Wacht even. Want dat zei je altijd in Haarlem toen we daar werkten. Ja. Kan je een hintje geven? Eerste letter. Het lijkt op wat je net zei. Ja. J'ai. Oh, j'ai vu. Fang. Fang. C'est fang. J'ai fang. J'ai fang. Ik heb truik. Nou, nu niet meer. Maar j'ai fang. Nee. Oeh. Weer wazig was je. Ja, sorry mensen. Nee, maar jij kan oprecht goed Frans. J'habite au Zaanstreek, want ik ga niet de plek wel zeggen. Si. Et je j'habite les Pays-Bas, ni petit ni grand. Dat vind ik altijd heel mooi klinken. Wat? Ni petit ni grand. Het land is niet nog groot, nog klein. Ja. Je voudrais un jus de pomme et vino blanco. Kan... Dat is Spaans, hè? Ja. Quesadillas. Quesadillas. Oh, dat gaan we in het Spaans. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Manzanas, oh, yeah. ¿Cuántos años tienes? Het lijkt me zo. Hoe oud ben je Chinees? Chinees? Nee, ¿cuántos años tienes? Jij. Jij, oh ja. Hoeveel ja. Heb je? Ja. 27 ben ik. Ben je dat wel? Een eerste story maken. Oh. Wil je nou in het Spaans of in het Engels? Engels, yes, hello. My name is Amy. Yes, hello. Ro gaat voor jullie stop zeggen en dan een boodschap. Terug. Oh, ben je al bezig? Oh, sorry, opnieuw. Stop. Links. Dat is één zin, dus ik ben je heel dankbaar. Oh. There is power into not being afraid to break. Het was echt heel nice. Oké. Okay. Maar het is wel zo. Dit sluit goed aan. Want ik heb net een podcast aflevering gemaakt met... It's okay. Be okay. Dus. Maar het is echt zo. It's okay to break. Echt hè? Hartje. Zo blij to be here. Ik doe ook even rechts. Hoor je mij? Zo blij to be here.
Bonjour. En weet je, we gaan even 45 talen met elkaar. Ja, ik ben Romane. Deutsch. Maar ik kan niet zo goed, Deutsch sprechen. Hier Deutsch is zeer goed. Ik ga ins Kino. Ins Kino? Ins Kino. Bioscoop? Si. Ja. Genau. Da. Nee, goed. Da. Maar dat zijn een. Ik kan dus een beetje. Ik kan Engels. Ik kan een beetje Frans. Ik kan een beetje. Nou, je kan wel goed Frans, vind ik. Ik kan vakantie Frans. Ja, precies. Je kan, maar je kan jezelf wel de wegwijs maken. Ja. Of zeg je dan niet? Atlata Goes. Ja, zeker. Je weet toch, als je rijlessen hebt, dat ze zeggen. Geen goor is rechtdoor. Of zoiets, toch? Ja, geen goor rechtdoor. Ja, maar ik bleef ook vragen. Ik ook. Niet hier links. Nee, ja. Maar dat weet je echt, als je rijles hebt gehad, dan weet je gewoon dat je dan gaat zeggen van moet ik hier rechtdoor of moet ik hier naar rechts? Moet ik dat toch naar rechts? Nee. En dan geen gehoor is rechtdoor. Oh. Zo bij de hand ook soms gewoon. En toen veranderde ik van instructeur? Ja, en toen kwam ik bij een Turk. Nou, ik had de tijd van mijn leven. Was gezellig. Ja, was fucking gezellig. En er was niet geen gehoor rechtdoor. Hij zei gewoon, ga maar rechtdoor. En als ik niks zeg, ga maar nog steeds rechtdoor. Dat was gewoon normaal. Ja. Want die andere man zei gewoon, geen gehoor rechtdoor. En ik zo, oké. Okay. Niet zo agressief, meneer. Dit is mijn vintage wederhelft. Ja. Kringloopte en vintage shopte zeg maar al daarvoor. Maar we hebben het nooit op YouTube gezet. Nee, maar ik heb het wel eens toen, in een vlogje gezegd. Toen zeiden mensen heel. Toen dacht ik, ja, fuck it, dan ga ik het ook niet op YouTube zetten. Ja, gaan we het ook niet doen. Nee. En toen zijn we toch gaan filmen. En dat was de eerste keer bij jou, was in de Kilo Shop. Ja. Was dat de allereerste? Ik denk het niet trouwens. Maar ja. Samen wel. Begin 2018 denk ik wel dat we begonnen met uploaden. Toen kreeg ik wel echt super leuk. Ja, maar ook wel haat hoor. Wel? Nou, niet haat, dat is gewoon van eeuw. Ja, gewoon van, oh nee, raak je dat aan? Heb je het gepast? Eeuw. Maar weet je, en ik snap het ook wel, hè, dat mensen het misschien vies vinden. Maar weet je wat is met vintage en kringloop? En als je het wast, als je het schoonmaakt, als nieuw. En ik heb in een kledingwinkel gewerkt met nieuwe kleding. Ik en ook. Daar wordt alles ook gewoon gepast. Ja. En heel smerig. Het is letterlijk exact hetzelfde. Ja. En kijk. En je hebt ook kringloopwinkels die het wassen. Want ik snap dat je die geur ook misschien wel intens vindt. Van vintage. Maar je hebt ook bijvoorbeeld net als bij Noppes. Dat wordt allemaal gewassen. Het ruikt gewoon naar schone was. Ja, sick hoor. Iemand vragen waar zijn onze truien van? Ja. Ja, deze kringloop. Dat is zo kut. Want ik doe altijd een outfit deed en denk ja. Kringloop, tas, kringloop. Ja, maar is prima. Ja. Is goed. Maar je kan ook de kringloop zeggen. Ja, Noppes. Ja, Noppes, mannenafdeling. Finokilo mannenafdeling online. Deze broek, marktplaats. Nice. Maar, weet je wat ik niet heb gedaan nu? Mijn verhaaltje over mijn theorie. Wat ik zei. Oh my god, ja. Maar, dus met mijn theorie was het zo dat ik dus één keer, ik was gezakt met één fout te veel. En toen dacht ik, shit. Ik had 6 fouten. Ik was wel 5. Ja. Maar ik had dus een foutje met, eigenlijk het simpelste ever, met de militaire kolonne. Nee. Ja, die moet je gewoon al voor laten gaan. En ik zei, nou. dus toen dacht ik, oké, wil ik opnieuw. Maar in Amsterdam was het vol. En in Leiden was het vol. En overal waar ik een beetje in de buurt nog kon zijn, was het vol. En toen ging ik gewoon zoeken. Of waar ik in de buurt woonde, zo moet ik het zeggen. Ja, want normaal moet je echt weer 2 of 3 weken wachten en dan ben je het weer kwijt. Precies, dus ik had zeg maar zoiets van, sorry, ik ga even uit je haar zetten. En thanks. Dus toen vond ik, en toen stond er dus beschikbaarheid in Enschede. Oh my god. Maar ik was zo aan het trillen, rillen, want ik vond het kut. Ik was gezakt en ik wilde snel iets nieuws inplannen en het lukte maar niet. Dus dan ging ik bellen en ik vond bellen helemaal niet leuk toen de tijd. Dus ik ging bellen en ik zat helemaal Dus toen zei hij, waar kan ik me helpen? Ik zei, ja, ik woon dus in de Gooi- en Vechtstreek en Amsterdam. En waar kan ik, en daar is alles volgeboekt. Mm-hmm. Maar kan ik ook in Enschede? Zei hij. Dus toen zei hij, waar? Ik zei, ja, Enschede. Zegt hij, bedoel je Enschede? En toen dacht ik zo, dan heb ik zo opgehangen. Ik schaamde me zo erg. Maar het hele doem is, ik ken natuurlijk wel eens wel Enschede. Oh, leuk verhaal. Ja. En toen? Ja. Niet in Enschede gegaan. Nee, niet in Enschede. Toen ben ik naar Leiden gegaan. Toen heb ik het gehaald met 3 foutjes. Ah, dat is nice. Of 4. Had je nog wel de oude toch ook? Wat bedoel je toetsen? Oude? Of had je de nieuwe? Weet je wat kut is van de oude? Voor de mensen die de oude hebben gehad. Dan zat je aan die 4e rij. En dat schermpje, zat dat boven jou, zat het scherm, dat zag je niet. Dus dan moest je helemaal die achterste daar. Oh. En dan had je dat niet. Nee, ik zat denk ik gewoon vooraan. Is dat gewoon goed. Maar dan had je altijd, en dan hoor je iedereen zo klink drukken. En dan denk je kut. En dan klink. Ja. Goed. Nou, dit was de rijbewijs talen kringloop talk.
Wij gaan weer even brainstormen, want we hebben echt precies niks opgeschreven. Het is alleen opgeschreven wat ze nu doet. Dus we gaan brainstormen tot nu toe. Jouw beel is een krokobeel. Oh nee, deel is het wel. Oh, hap, hap met je krokobeel. Dan zegt ze het. Ja, beel is een kroko. Weet je nog? In the shotgun. Shot me right in the face with a shotgun. Shot me right in the face with a shotgun. En dan zo. Ja, ik kon wel jumpstyle vroeger. Oh God, ja, kom, gaan we even doen. Ik weet niet meer of ik het nog kan. Het is toch zo'n TikTok video, dat lijkt erop. Echt? Oh, dat kan. Dat is echt, toen was ik ook 10 volgens mij. Of niet? Nee, ik was denk ik 14, 15, 16 of zo ongeveer. Echt? Ja, niet tegelijkertijd. Jumpstyle, 7 jaar geleden, 12 jaar geleden. 12 jaar geleden nou. Hoe oud zijn we nu? Ik ben 27. Ik ben er 25. Ja, dan was ik 15. Ik? Ik zit echt zo. Wij doen echt alsof. Maar dit komt door quarantine. Sorry hoor, maar waarom kan ik nou niet bedenken hoeveel 15 min 3 is? 12. Weet je? De ultimate jumpstyle mix. Wij zijn niet goed hoor, ik weet niet wie wij zijn. Wie gecarnavald heeft, iedereen, drinken we samen, niet alleen. Help, we waren aan het brainstormen. Ik ben kapot, laten we stoppen. Waarom doe ik... Daar gaat ze, I know. Wat doet deze chick? Voor al onze grabbers uit haar. Ik heb het nog nooit gekund hoor. Ik ook niet hoor. Wacht, nee ik ook niet. Ja, 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 het is een beetje zo. Jij deed het volgens mij. Ja, dan gaan we weer door, mensen. Oh, jij klapt normaal. Ik en jij klapt uit de maat. Je weet al die van mijn consent doe zo. En er zitten mensen... En ga nu uit de maat. Dat kan niet. Ik ga uit de maat, ja? Dat kan niet. Oh! Zo leuk om hier weer te zijn. Ik had het huis nog niet gezien, dus dat was wel echt super leuk. Ik ben blij om hem mee weer te zien. Daar is ze weer. En ik zit in zo'n stoel. Lekker cozy. En we zijn nog aan het brainstormen, dus dat is ook leuk. Stop! De laptop. Kutzooi. Dat kon je toch, hè? Ja. Daar ging je voor. Ja. En mee en ik gaan straks sushi eten. Oh. Hey! Patisjaan! Oh my god! Brainstorm. Brainstorm? Ja. Dus ik moet even een nummer doen wat lekker op de achtergrond. Ja, dat moet niet te druk, hè? Het moet geen party vibe. I love it. Guantalamera. Op hoeveel frames staat jouw ding? Guantalamera. Een beetje late to the party, maar hey, dit is real. Nou, gezellig hoor met de brothers. Ja, we hebben een grote. Wat? Pak wat er staat. Thanks, Em. Yummy. Hallo. Ja, je vindt het niet leuk, hè? Maar wij gaan even naar de plantenhal. Liefie. Mwah. Ik ben echt al zo lang niet meer echt in een winkel geweest. Dit is de eerste keer dat ik nu naar de plantenhal ga. Ik heb er echt heel veel zin in, maar ja, wel een beetje... Ik ben toch nog heel erg voorzichtig. Maar we willen de tuin verbouwen en ik wil ook gewoon even een plantje. Dus we gaan. Oeh, na na na. Oeh, na na na. The best. Hoe leuk. I love it. Als jullie de planthal nog niet kennen. Echt zo'n aanrader. Moet je zien. Supermooie yucca. Voor €8,95. Deze is ook supermooi. €8. Prachtig.
In een normaal tuincentrum betaal je echt voor zo'n yucca of zo'n plant betaal je echt zoveel geld. Het lijkt wel een mini yucca. 1,95. Ik ben mijn moeder alweer kwijt. Oh. Ik heb net dit super cute plantje gevonden. Voor 50 cent. En nu moet ik alleen nog een potje vinden. Daar. Oh my god, leuk. Misschien vind ik deze wel leuker. Voor mijn yucca. Maar deze zijn leuk. 1,95. Dan vind ik dit niet zo heel leuk. Dus ik kan het wel eraf halen. I love it. Ze hebben daarachter ook echt van die olijfbomen en citroenbomen. Echt tip van mij. Hoe cute. Ja, dit wordt echt pretty. Nou, go ahead mom. Daar gaan ze. Grappig is dit. Help. Zo grappig om in mijn oude kamer te zitten. Ja. Dit was mijn, weet je. Dit was mijn kleur hoor. Maar goed, ik heb nu hier zo even dingen opgezet. Ik heb zo meteen een Skype gesprek met mijn klasgenoten. Chocolade gekregen. Oh, is dit super leuk krukje. Die staat nu hier. Omdat ik nog niet een groter appartement heb dan dat ik nu heb. En ik had deze bij de kringloop gekocht. Echt voor maar 6 euro of zo. I love it. Ik ben inmiddels weer thuis. En ik ben aan het nadenken waar ik deze ga doen. Ik denk dat ik hem in plaats van dit plantje ga doen. Ik had beter nog een bakje kunnen doen. Ik vind het cute. En dan heb ik deze big boy. Ik ga deze denk ik eventjes voorlopig hier zetten. Ik denk dat dit wel nice is. Of ik doe die mand in plaats van die pot. Ik zet gewoon heel even die pot erin. Dan kan ik het een beetje zien. Jeetje. You're heavy, my friend. You're heavy. Zo. Het is wel een beetje te groot. Even van ver. Misschien zie ik het van ver. Ik vind het op zich wel leuk. Misschien is het bij deze toch wel iets leuker. Nee, dit gaat niet. Oh, van ver wel. Als je van dichtbij kijkt, dan zie je echt zo'n mini potje in die mand. Die mand is gewoon te groot. Ik heb mijn inzicht, maar ik vind het wel heel cute zo. En misschien kan ik wel deze bij die andere plant doen. Hoe enthousiast kan je zijn over een plant, hè? En dan kijk je naar boven en dan zie je een babyplant. Als je zeg maar je eigen huis hebt, dan word je echt enthousiast van dit soort dingen. Ik meen het. Ik had deze op de rommelmarkt gekocht voor 5 euro of zo van een oude vrouw. En het was zo lief. Ik vind het wel leuker dan deze. Ja. Nou, zijn we ook weer klaar mee. Ik ben er blij mee. Mm.